IJmond Nieuws is vandaag op de bazaar. Dat is vanwege de installatie van de zonnepanelen. Mariska, waarom deze zonnepanelen? Nou, het past gewoon heel erg goed in de energietransitie die natuurlijk iedereen moet doen. En het past ook heel erg goed in de strategie van onze duurzaamheid. En het grote voordeel hiervan is dat we nu eigenlijk op een dak, wat anders alleen maar een dak is, 2500 zonnepanelen neer gaan leggen. En uiteindelijk zorgt dat ervoor dat we door de week 100% zelfvoorzienend zijn. En in het weekend zelfs 35% zelfvoorzienend. En we ook een deel van die stroom terug in het net kunnen doen. De beslissing om deze panelen hier te gaan installeren, van wie is dat gekomen en hoe lang heeft dat ongeveer allemaal geduurd? Nou, de beslissing is gekomen van onze directeur George Sapantoulis. En dat besluit is eigenlijk vrij snel gekomen. Toen was het nog een kwestie van goed kijken, kan het ook, kan de dakconstructie het aan en wat zijn de kosten? Het is natuurlijk coronatijd. Toch vinden wij het belangrijk om vooruit te kijken en gewoon ook naar de toekomst te kijken. En te zorgen dat het bedrijf bestendig blijft voor de toekomst. En daarom hebben we gewoon besloten toch die investering te doen. Wat doen jullie nog meer bij de bazaar voor duurzaamheid? Nou, wat we bijvoorbeeld ook hebben gedaan is onze hele afvalstroomverwerking aangepast. Dus daarvan is bijna 90% recyclebaar. Op de bazaar zie je niet allemaal verschillende bakken. Het gaat allemaal in één bak. Maar dat wordt wel op het terrein gesorteerd. En ook die hele afvalstroom. Je kunt je wellicht voorstellen dat als hier heel veel mensen lopen, we ook heel veel afval hebben. Dat wordt dus eigenlijk ook allemaal recyclebaar gemaakt. En zo proberen we ons steentje een beetje bij te dragen. We praten ook met de projectleider van Visser Elektronica Techniek, die de panelen gaat plaatsen. Arjan, wanneer gaan jullie starten met dit grootste project? We zijn deze week gestart, dus de eerste hijswerkzaamheden zijn gebeurd. We hebben de constructies naar het dak gehezen, de ballast is op het dak gehezen. De monteurs zijn op dit moment bezig om de constructies uit te lijnen en neer te zetten, ballastbakken te plaatsen. Volgende week gaan we beginnen met de kabeltracés, dus de draadgoten plaatsen en het hele uitbedraden van het systeem. En de week daarop zullen we ongeveer starten met het plaatsen van de panelen. Hoe lang gaat het project duren? Goede planningen opgemaakt. Dat was best wel een heel project. We hebben ongeveer een week of 5 tot 6 nodig om de gehele installatie te bouwen. Dus de zonnepanelen inclusief het hele AC-traject. Dus dat betekent de stroomvoorziening richting het net te voorzien. Dus ongeveer 5 tot 6 weken. En wat komt er voor kijken voordat dat je die zonnepanelen kan gaan plaatsen? Er gaat een heel traject aan vooraf. We starten altijd met eerst een basisontwerp maken. Als het basisontwerp gemaakt is, gaan we om tafel met de constructeur. Met het plannen die we gemaakt hebben. Kan dat zo en zo op een dak? Is het haalbaar? Zijn de dakconstructies, de dakspanten daarvoor geschikt? Als dat gebeurd is en we hebben daar een groen licht op, dan kunnen we het project verder uitwerken. Gaan we nog een keer met de klant om tafel zitten en de plannen bekend maken wat we kunnen opwekken op deze locatie. De grootste uitdaging dat was eigenlijk de hele combinatie met de dakconstructie. We zitten hier best wel met een beperkte gewicht wat we mogen toepassen. Daardoor hebben we met verschillende soorten systemen moeten calculeren en berekenen. Uiteindelijk is het een systeem geworden wat een redelijk lage dakbelasting geeft. En een grote kwestie is de verzekeringsmaatschappij. Tegenwoordig zijn de verzekeringsmaatschappijen erg gefocust op brandveiligheid. En dat zijn eigenlijk de punten die we echt naar voren hebben moeten halen. We zijn ook om tafel gaan zitten met de verzekering. En dat hebben wel een procedure, zodat je dat goed met elkaar afstemt. Dat de bazaar ook niet achteraf problemen krijgt met het kunnen verzekeren van het object. En wanneer is het operationeel? Wij verwachten met 5 tot 6 weken. Even afhankelijk ook of met Liander. We gaan ook terugvoeren op 2 verschillende travelstations. En dat is even een punt waar wij op moeten focussen. Het zijn grote vermogens die we moeten terugleveren op 2 grote stations. En dat moet natuurlijk ook gekeurd worden en beoordeeld worden. En dan mogen we in bedrijf gaan.
Sarah, je bent inmiddels de tweede generatie eigenaar van deze stoffen groothandel. Hoe is deze zaak eigenlijk ontstaan? De zaak is opgericht door mijn schoonmoeder, Ria van Els Dubelaar, samen met haar zus. Daar komt de naam Zijder ook vandaan. De Zij is een mooie, beetje ouderwetse naam voor zijde. De D van Dubelaar, de A van Agnes en de R van Ria, mijn schoonmoeder. Dus dan krijg je Zijder en zo is het ontstaan. Dus de specialiteit is zijde. Maar klopt. Wat zijn de kenmerken van kwaliteit zijde? Zijde is, is veelal een stof met eigenlijk heel veelzijdig. We hebben soepelvallende stoffen, we hebben transparante stoffen, we hebben stijfvallende stoffen. En een mooie kwaliteit zijde, dan zie je dat het weefsel mooi is, dat het een sterke stof is. Dat je er eigenlijk heel veel toepassingen ook mee kunt doen. Hè? Dus dat is wel kenmerkend voor zijde. En wij importeren zijde nog altijd uit China. En China is ook van oudsher de grootste producerende land van zijde. Is het ook duurzaam trouwens? Zijde is ontzettend duurzaam. Het is zelfs zo duurzaam dat je ook jezelf kunt laten begraven in zijde. En je ziet ook dat natuurbegraafplaatsen enorm in opkomst zijn. Hier vlakbij in Alkmaar is er recent eentje geopend. En wat ik zeg, zijde is zo duurzaam. Het is een lichaams-eigen vezel. Dus het bestaat uit eiwitten. Net als wij. Onze huid en haar zijn ook 100% eiwit. En op het moment dat je jezelf begraaft in zijde, dan gaat de stof op in de natuur. Op je website zie ik dat je workshops en masterclasses geeft. Voor wie is dat eigenlijk? Dat is eigenlijk een heel breed publiek. Van oudsher leiden we ook docenten op. Bijvoorbeeld die lesgeven aan scholen zoals de Rietveld Academie of de Hogeschool van de Kunsten. We hebben ook ontwerpers die zeggen, weet je, ik wil graag een uniek stuk toevoegen aan mijn collectie. Dus ik wil iets handbeschilderd maken. Maar ons atelier is ook open voor iedereen die gewoon iets moois wil maken. Zijn dat heel veel technieken en is dat te leren? Alles is te leren. Misschien hier achter mij zie je een impressie van al die technieken. Dus het zijn er tientallen. Maar er zit natuurlijk wel een verschil of je met je vriendinnen of met je zus een mooie zijden sjaal wil schilderen. Of dat je zegt, ik wil echt een eindstuk maken voor mijn collectie. Dan ga je veel complexere technieken samen ontdekken. We zitten nog in de coronatijd. Ja. Hoe zie je dat met onderling? Kan je nog wel workshops geven? We hebben de mazzel dat ons atelier heel ruim is. Het is bijna 70 vierkante meter. Dus we kunnen goed afstand bewaren. Het afgelopen jaar hebben we natuurlijk minder aanvragen gehad voor workshops. Hier fysiek in het atelier. Maar wat wel een enorme boost heeft gekregen zijn de online workshops. Je zet je in voor Kika. Heeft het een bijzondere achtergrond voor jou? Ja, dat heeft het. Ik heb een collega, dat is ook een goede vriendin van mij, Radna. En haar nichtje heeft kanker. Sinds ze 9 maanden is. En ze is net 2. Het is toevallig ook mijn naamgenootje. En dat is voor mij aanleiding geweest om me in te gaan zetten voor Kika. Ga je nog zelf ook nog acties doen met Kika samen? Ik heb net een hele leuke actie afgerond met de breien met de BN'ers. Dus die zijn voor ons gaan breien mooie dekens van lontwol. Die hebben we geveild. Verder is het zo dat we een moederdagbox hebben bedacht. En daarmee kun je zelf thuis deze rozen van vilt maken. Maar we geven ook workshops. En van iedere workshopdeelnemer doneren we dan ook weer geld aan Kika. Nog even terug naar die roos. Kunnen mensen dit krijgen, mailen of hoe moeten ze dat doen? De pakketjes zijn te koop op onze website september 18. Dus dat is september zoals de maand en dan 1-8. Dus september 18. En daarbij geven we de workshops hier in het Zijder Atelier. En daar vind je de agenda op Zijder Winkel. We delen het ook op Facebook en op Instagram, dus daar kun je ons vinden. En voor iedereen die minder online is, kun je ons ook gewoon bellen of e-mailen.
maak jij je hard voor het sneltesten van de derde en vierde klasses in het voortgezet onderwijs? Het geeft aan jongeren een hoop stress, al de examens en de toetsen. En om dan op school te komen en ziek bevonden te worden of dat er twijfel is en naar huis gestuurd wordt en dat je geen examen mag doen, is heel naar. Dus een sneltest op school is dan ideaal. En op het moment dat een klas naar huis wordt gestuurd omdat er eentje ziek is en de hele klas geen examen kan doen, dan is dat ook niet ideaal. Dat veroorzaakt ook een hoop stress. Dus dan is het handig als een hele klas gewoon meteen een sneltest kan doen. Dan kan je één iemand die positief getest is naar huis sturen en de rest die kan een sneltest op school. Binnen 15 minuten is dan het resultaat zichtbaar en degenen die gewoon niet besmet zijn, die kunnen gewoon hun examen doen. Hoe staat de gemeente hierin? Nou, op zich heb ik vanuit Heemskerk Lokaal schriftelijke vragen gesteld aan het college. En daar heb ik natuurlijk nog geen antwoord op, want dat zou wel een beetje te snel zijn. En Heemskerk heeft het doorgetrokken naar Beverwijk ook. En daar zijn de overleggen ook in samenspraak. Er zit natuurlijk ook een Kennemercollege op de Bulenlaan. Om te kijken of zij hier ook aan mee willen werken. En er zijn dus wel al stappen genomen. Er wordt aan gewerkt. Er wordt gekeken wat er mogelijk is. En het is natuurlijk ook wel een beetje een verhaal van wat gaat het kosten en wie gaat dat betalen. Maar dat zou in deze natuurlijk eigenlijk helemaal niet van belang moeten zijn. Weet je hoe de andere partijen zoals de GGD hierin staan? Toevallig ben ik meegenomen inderdaad in het mailverkeer tussen de GGD en de gemeente. En de GGD die staat hier heel positief tegenover. Die vindt het ook heel belangrijk en noodzakelijk dat leerlingen gewoon hun examens kunnen doen, omdat het anders alleen maar groter wordt, de zorg. En zij hebben de mogelijkheid om inderdaad op school te kunnen testen. En daar zijn zij ook toe bereid, heb ik begrepen. Dus ik hoop dat dat gewoon ook wordt opgepakt. Ik ben blij dat de gemeente zo snel op mijn vragen van het college heeft gereageerd. Dat ze meteen doorgeschakeld hebben naar de GGD en dat de GGD daar ontzettend positief op gereageerd heeft ook. En dat ze welwillend zijn om de sneltesten op de scholen in te zetten. Weet jij of er iets bekend is bij het ministerie van Onderwijs over het sneltesten van leerlingen en leerkrachten? Op dit moment is er een pilot gaande van sneltesten voor het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs. En daar zou medio april uitslag over komen en dan eventueel ingezet worden. Maar aankomende dinsdag begint hierachter bij het Kennemercollege al de toetsenweek, de PTA-week. Dus eigenlijk is er haast geboden en zou dat nu al ingezet moeten worden. Want de derde klassers die sluiten nu ook al examens af. Dus ja, het is heel belangrijk om er nu al mee te beginnen. Wat is de volgende hele belangrijke stap? Het is natuurlijk niet aan mij om als raadslid in de uitvoering te gaan zitten. Toch heb ik dat afgelopen week wel een beetje gedaan. Ik heb wat gebeld en wat nagevraagd en gekeken hoe ver het is en wie doet wat. En iedereen is er voorstander en iedereen wil allemaal hetzelfde. Er moeten sneltesten komen. Nu moet er alleen nog eigenlijk een klap op gegeven worden. We moeten er gewoon voor gaan en dat is gewoon heel belangrijk. Is uw telefoon kapot of heeft u nieuwe telefoonaccessoires nodig? Dan bent u bij Mobistad Telefoonwinkel aan het juiste adres. Kom langs en geniet van een lekker kopje koffie terwijl onze gecertificeerde medewerkers uw telefoon voorzien van originele onderdelen voor de beste prijs, zodat u al na 30 minuten met een tevreden gevoel de deur uit kan lopen. U kunt bij ons ook langskomen voor hoesjes, laders, tablets en telefoons. Dus waar wacht u nog op? Kom snel langs in ons filiaal in Heemskerk op Duitsstraat nummer 10. Grootmode Beverwijk. Het vaste adres voor alle kleding zoals Les Dupes, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, Grootmode. Natuurlijk aan de Alkmaarse weg 22 in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding en pantalons. En jeans van Meijer, Cardeur, Pierre Gardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Het enthousiaste team van Grootmode staat dagelijks voor u klaar met de complete collectie voor alle leeftijden. En zal ik u eens een geheim verklappen, dat doen ze al 50 jaar.
dat kan toch geen toeval zijn? Grootsmode staat ook bekend om zijn goede service en maatwerk. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 in Beverwijk. De koffie staat klaar en neem er van mij aan dat u tevreden de deur uitstapt. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer. Net als vorig jaar trekt 251 TV Zomertour er weer op uit voor u om de mooiste camperplaatsen in Nederland te bezoeken. De camperplaatsen in Zundert zijn verbonden aan het Scootermuseum hier en daar is aardig wat te zien. Zundert ligt in de provincie Noord-Brabant. Vroeger was men hier afhankelijk van de turfwinning. Tegenwoordig is 40% van de beroepsbevolking werkzaam in de bomenteelt. Zundert is mede bekend om het Van Gogh kerkje en het Van Gogh huis. Vandaag zijn we te gast bij Cor en Dina. Cor, hoeveel tweewielers staan hier? Ongeveer 100. En dat zijn scooters, brommers, fietsen? Onder andere. En ook een paar motorfietsen. En nog wat allerlei voertuigen van allerlei slag. En hoe kom je aan al die scooters en tweewielers? Heel dikwijls krijg ik bij reparaties dat mensen nog een heleboel onderdelen over hebben. En die krijg ik dan voor mijn diensten die ik gedaan heb. En dan zet ik daar weer een scooter van in elkaar. Is dat zo makkelijk? Makkelijk? De hele wereld is niet makkelijk. En hoe kom je dan aan die specifieke onderdelen? Want het zijn al hele oude scooters ook, hè? Ik heb dus een goede relatie met een Italiaanse man die dus heel veel onderdelen laat namaken. En een Belg die rijdt daar elke 6 weken naartoe en die brengt voor mij ook de onderdelen mee. Welke merk heb je het meest? Het meeste heb ik Lambretta, Vespa en Henk. Waarom zijn jullie eigenlijk een camperplaats begonnen? Ja, dat is eigenlijk een heel apart verhaal. Wij waren een keer in Eggersmort. Dat is een plaatsje aan de rand van de Camargue in Zuid-Frankrijk. En mijn man die maakte daar contact met mensen uit Groningen. En die vertelde dat hij op zijn eigen erf ook een camperplaats had ontwikkeld. Dat is misschien eigenlijk ook wel een idee voor ons. En zo is het eigenlijk gekomen. Ze staan hier graag, ook omdat ze mooie fietsroutes hier in de omgeving hebben. Maar dan s'avonds dan krijgen ze rondleiding en dat vinden ze ook geweldig. Hoor. Wieger, waar komen jullie vandaan? Wolvega in Friesland. En hoe zijn jullie hier in Zundert beland? We wouden de camper proberen gewoon met de camperplaatsen te bezoeken. We zijn dus in Geertruidenberg geweest afgelopen nacht. En toen had ik dit ook gezien, het Scootermuseum. En dus ik ben wel gek van naar oude motoren en scooters. En we zitten dus in de sport en in de motoren. Dus ik zei dan combineren, dan rijden we door hierheen en gaan we hier ook nog naar staan. En hoe vind je de camperplaatsen? We zijn al maar net ontdekken camperplaatsen nog maar net, terwijl het een heel fenomeen is. Hè? Meer mensen krijgen campers en het is een hele vrije manier van op reis gaan. Je zit nergens aan vast, dus ik vind het heel plezierig. Het is ook wat goedkoper op camping staan. Dit is onze tweede. En we zijn heel gastvrij ontvangen. Sommige mensen die komen voor de scooters en die vinden het leuk dat ze de camper weg kunnen zetten. En anderen komen voor de camperplaats en die vinden het leuk dat ze in het Scootermuseum kunnen kijken. Dit jaar hebben we in Zundert natuurlijk Van Gogh jaar. 125 jaar geleden is die man overleden en die is hier in Zundert geboren. Ze hebben bijvoorbeeld een verzamelaarsbeurs. Ze hebben een schildersfestival. Ja, het bloemencorso is erop geënt dit jaar. Alle ontwerpen hebben iets met Van Gogh. En
Ja, zo was het wel, denk ik. Het zal vast nog wel meer zijn, maar ik weet het niet allemaal uit het hoofd, hoor. Het is ook echt een plaatje waar je op zit, hè? Ja, dit is mijn eerste scooter, mijn eerste liefde. Hè? Maar in Europa is hij bijna in alle hoeken geweest. Ik heb ermee in Italië geweest, Spanje, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Zweden, Schotland, Engeland. Niet te vergeten Frankrijk natuurlijk. Dus. En dan ga je gewoon op de scooter met je vrouw achterop toeren? Inderdaad, hij staat achter op de camper. En dan ga je daar plaatsen eraf. En dan gaan we in die omgeving gaan we alles op, doen we alles op de scooter. Bij sommige campings kennen ze mij als een scooterman. Kunt u hier iets over vertellen? Ja, ik heb deze spullen gekocht in Kielwinde weer in Groningen. Zie je op de tafel staan en het ervoor. En dat heb ik ervan gemaakt. Deze scooter. Het was eigenlijk een bouwpakket. Eigenlijk wel. Maar ik heb wel 2 jaar voor nodig gehad. Want het had heel lang gelegen. Dus dan miste nogal wat. Maar ik heb er wel een kenteken op zitten. En ik gebruik hem minimaal 2 keer per jaar. En het krijgt heerlijk. De bloemencorso. Hier worden de bloemen opgeslagen. Hier komen 120 man lunchen. Op de laatste zaterdag. Hier komen 250 man eten. En hier staan 300 fietsen gestald op het hoogtepunt. En daar zorg ik dan allemaal voor. En dan zijn de camperplaatsen vol waarschijnlijk. Vorig jaar had ik er nog 2 plaatsjes over. Maar ik vrees dat ze dit jaar helemaal vol zullen zijn. En wanneer is de corso dit jaar? Altijd het eerste zondag van september. Even over de camperplaatsen. Wat voor faciliteiten biedt u de mensen? Ik bied alles wat ik zelf als camperaar ook leuk vind. Namelijk dat er toiletten zijn, douches, afwasbakken. Want wij hebben maar een klein campertje. En verhaarde plaatsen. En dat er een gezellige sfeer is. Dat vind ik heel belangrijk. Volgende keer bezoeken we weer een ander mooi plekje. Hoe je gaat beginnen om op een paard te rijden. Als je dus gaat paardrijden, heb je een paardrijbroek aan. Bij een paardrijbroek is het dus belangrijk dat je een extra knievlak bij je knieën hebt zitten voor de extra steun. Je ziet hier dus een siliconen vlak zitten met verschillende siliconen stukjes erop. Dat geeft dus extra veel grip als je in het zadel zit. Voor de rest heeft het geen veel naden aan de binnenkant, waardoor het ook niet gaat schuren op je been of op het zadel. Daarna heeft ze rijschoentjes aan. Dat kunnen laarzen zijn, maar dat kunnen ook schoenen met chaps zijn. Hier zo zie je een los schoentje met daaroverheen de chaps. Die trek je dus los van elkaar aan. Chaps zijn leren beschermvlakken om je kuit heen. Waardoor het niet gaat jeuken op je kuiten als je dus op het paard zit. Belangrijk is dus dat je een gladde zool hebt met een klein hakje. Voor als je op het paard zit, dat je met je voet goed in de beugel zit. Dan is het belangrijk dat je een goede jas aan hebt die niet te lang is. Als die te lang is, kan die achter het zadel blijven hangen en dat is gevaarlijk. Dus een jas van deze lengte is eigenlijk helemaal genoeg. Dan is het belangrijk voordat je opstapt dat je een cap opzet. Deze moet goed aansluiten om het hoofd, maar het bandje moet ook goed om de kin heen zitten, zodat die wel stevig op je hoofd zit. Dat is belangrijk, stel je voor je valt wel van het paard, dat je extra bescherming op het hoofd hebt. Als je de bak binnenkomt, volg je dus meteen als eerste hoefslag. De hoefslag loopt langs de zijkant van de bak. Waar ze nu dus loopt, dat is de hoefslag.
Daarna wendt ze af naar het midden. Dus buigt ze af naar het midden. En op het midden gaat ze stilstaan. Als je dus met meerdere paarden tegelijk de bak binnenkomt, is dit de veiligste manier om op deze lijn op te gaan stappen. Als je dus gaat opstappen, is het belangrijk dat je eerst de singel een gaatje strakker doet. Dat je zeker weet dat die singel goed zit. Als de singel strak genoeg zit, haal je de beugel naar beneden. Die zit altijd nog omhoog als je de bak binnenkomt. Als hij zo naar beneden hangt, zou die net achter een deur kunnen blijven hangen. Dat is te gevaarlijk. Dus daarom mag je de beugel pas naar beneden halen als je in het midden van de bak staat. Nou, dan mag je rustig opstappen. Belangrijk is dat je de teugels in je hand pakt, dat je zelf controle hebt over het paard. Daarna zet je je linkervoet in de beugel en hou je je zadel aan de voorkant goed vast. Je zet af met je rechterbeen en zorg dat je langzaam in het zadel gaat zitten. Je haalt dus mooi je rechterbeen er rustig overheen. En daarna zachtjes op de rug van het paard. En dat vang je op door druk op je linkerbeen te houden. Daarna pak je je teugels netjes op maat. Nou, zo zie je dat de duim netjes naar boven zit. En je pink mag je dan nog terughalen. Dat je drie vingers om de teugel hebt en je pink terugslaat. Je duim heb je altijd netjes omhoog. Je ellebogen netjes bij je lichaam. En de handen net voor het zadel. Dus dit is een nette houding. Zo zie je dat de benen netjes langs het paard liggen en dat de lengte van de beugels goed is. Dat zie je dat de knie netjes in het zadel ligt. Dus daar haalt ze de steun van uit. Dan zie je dat ze de voet in de beugel hebt. Dit is een beugel met een elastiekje aan één zijkant. Dat is voor de veiligheid. Als je dus geen elastiekje in de beugel hebt en je zit met je voet in de beugel en je valt eraf, zit je vast met je voet in de beugel. Stel je voor, je valt er nu af, dan breekt het elastiekje. Dus dat is voor de extra veiligheid. Als de voet nu verder in de beugel schiet, dan blijft dat hangen achter het hakje van de schoen. Daarom is het zo belangrijk dat ze met een schoen, aan heeft met een hakje en dus geen sportschoen. De juiste positie is als je de beugel net achter je tenen zet en je hak ietsje naar beneden, waardoor je de meeste druk op de onderkant van je voet heb, waardoor je stevig in de beugel zit. Zoals je ziet zit Mabel nu op het paard en loopt ze rondjes in stap. Nou, hoe stuur je nou zo'n paard? Als je naar rechts gaat, breng je je rechterhand een klein beetje naar je rechterheup. Vraagt een klein beetje druk op de teugel. Als het paard dus afwendt, dus het paard gaat naar rechts, dan ontspan je je rechterhand weer. Nou, dat doe je hetzelfde als je naar links gaat. Vraag je een beetje druk op die linkerteugel en dan gaat het paard naar links. Je gaat je handen dus niet te ver omhoog of naar beneden brengen. Je houdt ze dus netjes op één lijn. Je ziet voor het paard zo'n bondje zitten. Dus je houdt je handen net boven dat bondje. Hier zie je mooi dat de linkerhand naar de linkerheup wordt gebracht. En wanneer het paard weer recht is, ontspant ze de linkerhand weer. Als je dus naar links afwendt, is het ook belangrijk dat je je benen om het paard gesloten houdt. Dat is alweer voor de iets gevorderde ruiter. Maar de basis is gewoon rustig in je handen en niet te veel aan je teugels trekken. Maar gewoon rustig druk op de teugel. En wanneer het paard afwendt, ontspan je weer je hand. Nou, dan gaan we het paard een keertje stilzetten. Hoe zet je dat paard nou een keer stil? Dat doe je door middel van druk op beide teugels. Je ziet dat Mabel netjes recht blijft zitten. Goed op de kont en de hak netjes naar beneden. En druk op beide teugels. Wanneer het paard stilstaat, ontspant ze. Als je weer wilt gaan lopen, is de bedoeling dat je een beetje druk met je kuiten. Dus je kuiten sla je om de buik van het paard en druk je die een beetje aan. Je geeft het paard dus geen harde schop. Want je ziet al dat Lucy net op die kleine beweging reageerde. Ook kan je natuurlijk je stem gebruiken. Wanneer het paard stilstaat of stil moet staan, kan je gewoon rustig ho maar zeggen. Wanneer het paard moet gaan lopen, kan je ook gaan klikkeren met je stem. Dat geluid gaan maken, dat is een teken voor het paard dat hij een tempo sneller moet gaan lopen. Als je het paard een tempo sneller wil laten lopen, leg je weer een beetje je kuit aan en klikker je weer met je stem dat hij de overgang naar de draf gaat maken. In de draf is het belangrijk dat je rustig gaat staan in het ritme van het paard. Hierbij zie je dat de ruiter
een klein stukje uit het zadel komt en weer langzaam in het zadel gaat zitten. Dat is dus belangrijk voor de rug van het paard, dat het niet te hard neerkomt. Dan zou het paard last van zijn rug kunnen krijgen. Hierbij zie je ook dat de ruiter de handen netjes stil houdt, waardoor het paard niet te veel druk in zijn mond krijgt en elke pas in zijn mond wordt getrokken. Hoe stap je nou van een paard af? Je wendt weer af vanaf de hoefslag en zet hem weer in het midden van de bak stil. Dan is het belangrijk dat je je teugels in één hand vasthoudt. Je rechterbeen, je rechtervoet doe je uit de beugel en sla je langzaam over de kont van het paard heen. Daarna blijf je even op je buik hangen, haalt je linkervoet uit de beugel en landt op twee voeten tegelijk op de grond. Dit is de veiligste manier om dus van een paard weer af te stappen. Hierna kan je de beugels opsteken, zodat de beugels weer hoog op het zadel zitten. En daarna kan je het paard aan twee teugels weer de bak uitleiden. Kijk volgende keer weer naar Daan's Horses, want dan komt de hoefsmid langs. Schat, er is nu opruiming bij Lubbers. Wat zeg je? Er is nu opruiming bij Lubbers. Ja, ik hoor je wel, maar heb je al wat leuks gezien dan? Ja, absoluut. Echt mooie showmodellen tot wel 70% korting. Meubels, kasten, bedden, accessoires en... 70% korting? Dan gaan we er nu heen. Nu? Ja, nu. Er is opruiming bij Lubbers. Kom snel naar de Gerrit van Assendelftstraat, want op is op. Lubbers, wonen. Kijk alvast op lubbersheemskerk.nl. In de winter toch naar zee? Spring dan nu op je nieuwe strandfiets. Voor een avontuurlijke tocht langs de kust ontwikkelde Toon Beentjes een mountainbike speciaal aangepast voor het strand. Kom eens langs in onze showroom aan de Marelaan in Heemskerk. Als je wilt maken we voor jou een strandfiets op maat. Of we passen je eigen mountainbike aan voor een spannende rit langs de vloedlijn. Toon Beentjes tweewielers. Ook in de winter altijd de juiste fiets. Ook voor snelle racefietsen, trendy dames en heren fietsen, hipper kinderfietsen en de nieuwste e-bikes. Kijk op www.toonbeentjes.nl. Toon Beentjes tweewielers. Altijd de juiste fiets. We zijn nu bij het bedrijf van de gebroeders Spletting aan de Voorweg in Heemskerk. Jullie doen mee aan Kom in de Kas. Wanneer is dat precies? Kom in de Kas is 1 en 2 april, zaterdag zondags. En het is geopend van 11 tot 4, beide dagen. En dit doen we 1 keer in de 2 jaar. En hoe is dit initiatief zo ontstaan? Kom in de Kas bestaat landelijk al 40 jaar. En dit jaar bestaan we hier op Heemskerk. Bestaan we 30 jaar. Dus we hebben nog een kleiner lustrum. En wat is het voordeel voor jullie om hier aan mee te doen? Het is een heel goed teken tegenover de burgerij, vind ik. Dat ook de buitenstaanders, die kunnen eens kijken op de bedrijven zelf, wat er allemaal gebeurt. Want heel vaak, en dat hoor je ook van een heleboel mensen, die fietsen hier voorbij. En die zien voor de rest een schuur en ze zien een groen baantje. Maar ze weten helemaal niet wat erachter gebeurt. En dit is een hele mooie gelegenheid om eens te laten zien wat er allemaal gebeurt op die bedrijven. Jullie zijn een familiebedrijf. Wanneer is het begonnen met gebroeders Spletting? Nou, er zijn 3 generaties vooraf geweest. Ik en mijn broer en ik zijn de 4e generatie en mijn zoon is de 5e generatie. Die is er vorig jaar bijgekomen. Hoeveel jaar bestaan jullie al? We bestaan dik 100 jaar. Ik meen 105 jaar bestaan we al. Dus, ja. Toch wel een van de volhouders. En wat zijn de belangrijkste veranderingen geweest in die 100 jaar? Vroeger hebben ze ook groente gehad. En hadden ze helemaal niks binnen in de kast bijvoorbeeld of zo. Daar hebben ze helemaal niks van gehad. Dat ik erbij gekomen ben en later mijn broer. Toen zijn we veel meer op de bloemen gaan werken. En zijn we ook 's winters een brouwerij gestart. En dat is begonnen eigenlijk in een schuur. En later nog een klein kastje erbij. En
Daarna is er nog een kleinere schuurkast gekomen. En deze locatie, dat is eigenlijk sinds vorig jaar, of eigenlijk 2 jaar geleden, is dit de laatste locatie die bijgebouwd is. En is het werk makkelijker geworden door met behulp van allerlei moderne technieken? Makkelijker wil ik niet zeggen, want de wetgevingen die worden steeds meer aangescherpt. En ja, je moet veel meer registreren en alles moet je kunnen verklaren eigenlijk. Voor wat je doet, waarom je doet en hoeveel je dit doet en hoeveel je dat doet. Dus wat dat betreft is het moeilijker geworden. Maar qua werk, lichamelijk, is het wel lichter geworden. Zo een kruiwagen bijvoorbeeld hebben we eigenlijk niet eens meer. Vroeger hadden ze een heleboel kruiwagens. Tegenwoordig heb je steekwagens waar je stapels mee kan rijden. Heftrucks en trekkers en dit en dat. En ja, dat is lichter werk eigenlijk. Jan, kan je iets vertellen over de druifjes die hier staan? Ja, hier zien we de verschillende stadiums eigenlijk tijdens de hele teeltduur. Als u goed kijkt, dan ziet u die eerste gele. Die zijn vanmorgen ingezet. En dan worden ze, de volgende, die zijn een paar dagen later, die worden al wat groener. En als je dan zo verder doordraait eigenlijk, worden ze steeds groener. Ze trekken steeds verder op tot op een gegeven moment het blad stopt. En dan gaat de bloem die gaat omhoog. En jij bent Ronald Pletting? Ja, dat klopt. Ik ben de broer van Jan. We zijn die blauwe druiven aan het bossen. Nou, dan moeten er net zoals de meeste bloemen 10 in een bosje. En die pluk je allemaal tegelijk. Ze zijn tegelijk goed op de kist. En dan pluk je er 10 en je schuift netjes de bloemetjes gelijk. Zo, zodat het een mooi gelijk bosje is. En dan leggen we ze op de lopende band. En daar worden de steeltjes aan de onderkant gelijk gesneden. En dan wordt er een elastiekje omheen gedaan. En dan komen er 10 in een potje. En in dat potje, dat gaat op een veilingkar. En dat wordt naar de veiling in Rijnsburg of Aalsmeer gebracht. Dit is pure handwerk allemaal? Ja. Het is een vrij kleinschalig product. Dus er zouden wel grote machines voor ontwikkeld kunnen worden, maar dat kan gewoon niet uit. Dat wordt te duur voor de hoeveelheid die geproduceerd wordt, zeg maar. Dus tulpen gaat met veel grotere aantallen en er worden hele grote machines voor ontwikkeld. Die je automatisch tellen en de lengte automatisch sorteren. Maar daar is dit product te klein voor, dus dit zal toch wel een heel tijdje handwerk blijven, denk ik. En wat ben je nu precies aan het doen? Nou ben ik de blauwe druif aan het plukken. En dat doen we eigenlijk de eerste 4 maanden van het jaar. Dan van januari tot en met april staan we hier in deze schuur blauwe druiven te plukken. En je legt ze op de lopende band, waarvoor is dat? Ja, dan worden ze gelijk neergelegd, dat leggen we ze op een streepje neer. En dan worden ze allemaal in de machine gelijk afgesneden. Dus heb je allemaal mooie gelijke bosjes van dezelfde lengte. En dat staat op de kar, staat dat ook weer hartstikke mooi. Dat is heel wat waard voor de kopers op de veiling. Stond het voor jou al vanaf het begin vast dat je bij je vader in het bedrijf wilde werken? Ja, eigenlijk wel. Vroeger was ik altijd al in de schuur te vinden. En ik vond het eigenlijk altijd al hartstikke leuk om aan het werk te zijn en buiten bezig te zijn. Dus ik heb eigenlijk nooit wat anders gewild als tuinder worden. De energiebox die zag ik net uitgereikt worden aan de wethouder. En wat zit er precies in? Ja, de energiebespaarbox hebben we samengesteld met 5 simpele producten die toepasbaar zijn in ieder huishouden. En in de box zit radiatorfolie. Dat is folie die je achter je radiator plakt. Daarmee bespaar je al gauw 22 kuub gas op een vierkante meter. Nou, dat is doorgerekend €15. Voor een vierkante meter radiatorfolie zit 4 vierkante meter in. Dus reken uit je besparing. Een besparende douchekop, een douchetimer om te zorgen dat je wat korter doucht. Een deurveer, die kan je monteren aan de deur om te zorgen dat de deur achter je kont dichtvalt. En tochtstrips voor de deurkozijnen, zodat het wat minder tocht. De energiebox, u heeft vandaag de eerste ontvangen. Wat vindt u van het initiatief? Ja, hartstikke goed. Het is heel goed dat er Beverwijkers zijn die zelf nadenken over hoe ze energie kunnen gaan besparen. En daarmee dan ook nog andere Beverwijkers kunnen helpen om hun energierekening een beetje naar beneden te krijgen. Hartstikke goed.
En natuurlijk ook een beetje het milieu natuurlijk in deze tijd. Ja, natuurlijk net zo belangrijk. Dus dat betekent dat je of zelf aan je energie moet produceren, of je moet zorgen dat je gewoon minder gaat verbruiken. Nou, dan helpt zo'n bespaarbox, zeker. Jij bent vrijwilligster bij de Groene Wijkers. Wat is jouw taak hier? Ik had bijvoorbeeld bedacht dat we een groene box zouden gaan geven. Ook heb ik gekeken naar wat voor soort maatregelen eigenlijk het beste toe te passen zijn en wat makkelijk is. Maar dat is aan de andere kant ook een beetje een groepsproces geweest. Dat we met z'n allen hebben besloten van welke maatregelen zijn goed, welke zijn makkelijk. Wat kun je het beste doen in een huis en wat is, wat kun je eigenlijk in elk huis wel toepassen. De Groene Wijkers, waar staat dat voor? Nou, de Groene Wijkers is een duurzame club voor en door bewoners van de gemeente Beverwijk. En we hebben het doel om onze gemeente te gaan verduurzamen op allerlei thema's. En we starten deze actie eigenlijk waarom we hier zijn. We richten ons op het energiebesparen in het huishouden. En daar valt ontzettend veel te winnen. En de samenwerking, want ik begreep dat jullie met meerdere samenwerken. Nou ja, de Groene Wijkers werken vanuit deze Energy Saving en Food Hub samen met Food Hub Wijk en Zee en de Duintuin. En we merken eigenlijk dat als mensen al bewust hun groente kopen, dat mensen ook wel willend zijn om bewust met de energie in hun huishouden om te gaan. Dus we spreken eigenlijk dezelfde groep mensen aan en vandaar de samenwerking. En de samenwerking tussen de Groene Wijkers en Beverwijk, hoe is die? Tot nog toe hebben we inderdaad vooral een samenwerkings, meer een los samenwerkingsverbandje. Beverwijk, ik ben daar als wethouder wel erg positief over, dus ik steunde het initiatief ook graag. Het ligt er even ook aan hoe groot de plannen van de Groene Wijkers zijn. Kijk, tot nog toe is het vrij kleinschalig en zijn ze echt zelf aan de slag. Wanneer we als gemeente in moeten springen, dan horen we dat graag van ze. En deze ruimte, die is daar een voorlopige, een tijdelijke ruimte is dat? En hoe gaat dat? Ja, de Grote Kerk probeert natuurlijk publiek te trekken met kunst, met exposities, met lezingen. Van de week was er nog een initiatief voor zonnepanelen wat hier gepresenteerd werd. Ja, en zo daar past natuurlijk een duurzaamheidsbijeenkomst heel goed bij. De Duintuin, waar staat dat voor? De Duintuin staat voor een zorgtuin in Heemskerk, in het Heemskerkerduin, waar mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt actief zijn en kunnen groeien. En waar wij telen dus onbespoten groenten en daar maken we pakketten van. Die zetten we weer af bij geïnteresseerden en op de markt. Dus dat is in het kort de Duintuin. En die werkt nu samen met de Groene Wijkers. Ja. Wat doen jullie voor de Groene Wijkers? Dat gaat via de Food Hub in Wijkerzee. Die gaat onze pakketten promoten samen met de Groene Wijkers. En als daar geïnteresseerden in zijn voor die pakketten, dan gaan wij ze maken. Dus zo is de connectie heel snel gelegd eigenlijk met de Groene Wijkers. Nou ja, mensen denken meteen, hè, duurzaamheid, wat kan ik dan doen? Dan denken mensen al gauw aan zonnepanelen, maar mensen vergeten eigenlijk al wat ze op een hele simpele manier kunnen bereiken. En dan kijk je toch gewoon al gauw aan de energie die je verspilt. De energierekening die is voor veel mensen nog te hoog. Dus daar valt gewoon ontzettend veel te winnen. En dat kan al met aanschaf van die energiebespaarbox op een betaalbare, simpele manier. En de mensen die kunnen hier terecht bij jou, want dit is een tijdelijke ruimte, begreep ik. Mensen kunnen hier naar binnen lopen voor advies, om te kijken wat we hier doen. Ze kunnen groenten kopen, maar ze kunnen natuurlijk ook een energiebespaarbox afhalen. Dus hierbij ook een shout-out naar mensen. Alsjeblieft, kom meedoen met de Groene Wijkers. Dan gaan we nog meer allemaal leuke dingen verzinnen om te doen. Ja, dit is hartstikke goed voor jezelf, voor je eigen ontwikkeling en natuurlijk ook voor het milieu. Ja, dan heb je alles in één. Ik wens je er enorm veel succes mee. Maar aan jou te zien gaat het zeker lukken. Ja, dat gaat zeker lukken. MUZIEK